Hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Dankjewel, wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik dit tasje voor je. This is a gift wrap that I made. And I've used the cellophane bags. Here we have them. The printed, gusseted cellophane bags. And there's loads of ways you can use these. En er zijn een heleboel manieren waarop je deze kunt gebruiken. Ik heb vandaag dit gemaakt. I've made this one. It's a simple one. Het is een simpele verpakking. Maar het gaat me vooral om dat ik je wil laten zien hoe je die verschillende inzetten kunt maken. But I wanted to film especially how you could make these various inserts. You can go wild decorate. Je kan helemaal uit je dak gaan met het versieren. Ik wil hem wat simpeler houden. I wanted to keep it just a simple type of gift wrapping. What I've used for this one is the beautiful Golden Honey Designer Series Specialty Designer Series paper. I've stamped and die cut the bees and the sentiment with the honeybee stamp set, and here you have the matching dies. Dus dit is wat ik heb gebruikt voor dit leuke tasje. En het filmpje gaat er dus over dat ik je wil laten zien hoe je zo'n inzet kunt maken. And this video is about how you can make an insert for a cellophane bag. Om het makkelijker te maken dat tasje open te vouwen voor je inzet, to be able to open the bag more easily for your insert, I make a tiny box like this. Maak ik zo'n klein doosje zoals dit. Kijk, en dat zet je er dan in. Dan kun je er zo inschuiven en dan your bag is properly folded. And it's even easier to fold the bottom as well. Het is ook makkelijker om dan de bodem te vouwen. Ik ga je dadelijk laten zien hoe ik zo'n doosje maak. I'm going to show you in a minute how I make such a box. But first of all, I'm going to put some tear and tape down on the bottom. Ik ga nu eerst even wat tear and tape op de bodem vastzetten. Zodat ik de bodem kan omvouwen. Zodat ik kan fold down bottom, so the bag will be able to stand up more easily. Dus dan blijft je tasje beter rechtop staan. Even mijn paperpiercer zoeken. Hier is hij. Oeps. Ik laat er even dat cardstock onder liggen. Dan kun je waarschijnlijk beter zien wat ik doe. I'm leaving the cardstock on the bottom now, so you can see more easily what I'm doing. Okay, I've stuck down the tear and tape. And now I'm going to fold over the bottom. Ik vouw nu die bodem om. Kijk, en nu maak ik het open. I'm opening my bag. I'm inserting my little box. And now I can push down towards the very bottom. Ik kan tot aan de bodem aanduwen. En ik kan hem even goed openvouwen. And then I can really fold open my bag. And this will make it easier to slide in the insert in a minute. Dat maakt het straks makkelijker om die inzet erin te schuiven. Ik vind het makkelijker op deze manier. Goed, ik laat je dus nu zien hoe je zo'n doosje kunt maken. Ik heb een stukje cardstock dat niet meer in het assortiment is. I have a piece of retired cardstock, which measures 10 inches by 4 and 7/8 inches. Yep. It is 25,4 bij 12,4. En dat gaan we eerst eventjes rillen. And we're going to score it with a long side top at 1 and 7/8 inches, at 4 3/4 inches, at 6 5/8 of an inch, and at 9 1/2 inches, which in centimeters is, even kijken, 4,75, 12,5, 16,85 en 24,15. Then with a short side top, you score at 1 7/8, and you score at 3 3/8. En in centimeters is dat dan 4,75 en 8,55. Then I'm going to do some folding and some cutting. I'm putting down some tear and tape along the top part, which we're going to fold in. Dit ga je dan straks naar binnen vouwen. Zo.
kijken. Buitenkant. This is going to be the bottom flap. And again. Oops. I should take out, see what happens. I should take out my credit card. It works better for me. Ik moet even mijn creditcard erbij pakken. Dat werkt voor mij gewoon beter. Je ziet wat er gebeurt als ik het niet gebruik. You see what happens when I don't use it. This is probably different for everybody. But for me, this just works best. And some tear and tape on this tiny bit. Okay, then some folding and some cutting. Right, you take away this narrow bit entirely, then you create a small flap by wedging, and here along the top part too, you have these slight wedges, so I'm cutting in at an angle, I'm sort of cutting away the score line, ik knip eigenlijk die rillijn eruit. Dit hoeft niet, excuse me, pardon, dit hoeft niet zo heel netjes te worden. It's gewoon een doosje om mee te duwen. This doesn't have to be that neat. It's just a box to push. Okay, that's the top. This is now the bottom of the box. So here you can cut up straight. Dan de smallest flaps will be the side flaps. Die kleinste flapjes worden de zijkanten. Die maak ik een beetje korter en ik knip ze schuin in. I just snip off a bit. And then I wedge those as well. Zo. And this is what the box looks like. Zo ziet het dan uit. Bodem, bovenkant. Bottom, top. Okay, first you're going to stick down those four flaps. Just fold them inwards. Gewoon naar binnen toe vouwen. Dan hem zo. De achterkant, de backflap vast. Just pushing it in. Then your box is straight. Als je zo naar binnen doet, dan weet je zeker dat je doosje recht is. Pak je hem zo. Doe je de bodem even vast. En dan deze eraf. Again, remove your paper backing. Put that one on slightly crooked. Een beetje scheef erop. These things happen. Dat gebeurt nu eenmaal. Zo. En dan hem naar beneden. En je hebt dat doosje om mee te duwen. And you have a box to push down with. Now for the bottom part of the bag, you can have a straight bottom. You can have one with has a small upstanding front. Or a bigger one. I actually prefer this one myself. Voor de bodem kun je gewoon een rechter bodem hebben. Een met een opstaand randje of een wat grotere rand. Ik vind deze de mooiste. Hier heb je de maten. Gewoon voor de rechterrand. Dat is 2/7/8 bij 9 3/4. En dan ril je op 1/7/8 en op 9. Voor hier nog een klein randje. You score at 2 7/8. And then for the second one at 10 1/4. Then you score at 1/2 inch. 2 3/8 and then 9 1/2. So you get 1/2 inch, 2 3/8, 9 1/2. And this edge makes it easier to fold down the top of the bag. And
the final one with the largest upstanding edge. En dan de laatste met die grootste opstaande rand. Is dus 2,78 de breed. That's the width, 2,78 of an inch. Then full length is 10¾. You score at 1 inch, 2 7/8, and then at 10 inches. Now my bag is already open. Nu is mijn tasje open, dus het erin schuiven gaat makkelijker. Sliding it in is easier now. So I slide in my bag. Put in some sweets for the weight. Put snoepjes erin voor het gewicht. And then you make sure it is well down in the bottom. Zorg ervoor dat hij goed aansluit op de bodem. Je duwt het naar beneden. You push it down a bit. Careful. And then you can fold over the top. And then just use a stapler. En gewoon met een nietje maak je hem dicht. En dan kun je dat tasje nog op allerlei manieren versieren. And there are many ways you can still decorate your cellophane bag. Well, thank you for watching. And see you next time. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende keer. Dag!